9 start-ups die de global challenges van deze tijd aanpakken. Dit zijn de Haagse Vernieuwers. Als kind wilde ik eigenlijk altijd astronaut worden. Ik heb het wel altijd interessant gevonden, science fiction films of gewoon ja, dromen over de toekomst. Hoe kan een mooie wereld eruit zien? Fantasie en ontdekking. Wij lossen wereldproblemen op door mensen naar satellietfoto's te laten kijken in een serious computer game. En op deze satellietfoto's kunnen wij bijvoorbeeld zagen detecteren als illegale houtkap. Wij kunnen zieke bomen detecteren, we kunnen droogtes detecteren. Op deze satellietfoto vraag ik de gamers om dingen aan te klikken. En als heel veel mensen dit doen, blijkt het waar te zijn. En deze informatie van allemaal mensen samen gebruiken wij om landkaarten te genereren. En deze landkaarten zijn vervolgens weer bruikbaar in ontwikkelingslanden om illegale boskap te detecteren. Maar ook om boeren te helpen. Als wij door ons systeem boeren van kennis voorzien hun stukje land beter te managen, dan is er geen noodzaak meer voor deze illegale boskap. De game is in principe gratis om te spelen, maar als je een eurotje uitgeeft, wordt de game net iets leuker. Of je kan bijvoorbeeld een virtuele waterpomp neerzetten. Dan kan ik ervoor zorgen dat een deel van dat eurotje naar een echte waterpomp gaat voor een boer. En dat kan effect hebben op betere voedselproductie. Ik zie Den Haag absoluut als wereldstad en helemaal wanneer het gaat om vrede en veiligheid. En ook om wereldproblemen op te lossen. En mijn systeem is erop gericht om wereldproblemen op te lossen met de hulp van het publiek. En Den Haag is daar gewoon een ideale hub voor om mee samen te werken. Ik zou het heel gaaf vinden als jullie op mij stemmen. Dat we met dit product kunnen echt globale impact hebben. Als we 100.000 mensen hebben, dan kunnen we echt landen veranderen als geheel.